Kapotte Generations met Mike van Rusty Ox. Ja, we zijn er weer. We zijn weer terug met... Alleen dan zijn we weer op Zwijnstein eindelijk. En Milan heeft een spreuk gekocht die ik al in mijn bezit heb. Oh ja, nee, zeg dat er even bij, dankjewel. Fijn. Aardig van je. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar wie zegt dat ik over die heb? Ik heb een nieuwe sprika, hoppatee. Ja, maar Milan, wie zegt dat ik alle humor had bedoelde? Nee, want je zei tegen mij van... toen ik zei van Milan heeft een nieuwe spreuk gekocht, maar die heb ik al lang in mijn bezit. Dus dan gaat het dan. Oh, nee, oké. Nee, dan heb ik het inderdaad dan heb ik het verkeerd gezegd. Nee, oké. Ver. Nee, ik heb je alweer door. Ja, nee, oké. Ver. Dus ik heb ook die Vendo. Dat weet ik. Die heb je net gejaald uit de kassen van mevrouw Stronk. Ja, zeker. Maar ik heb haar... ik denk dat ik haar toestemming heb. Never! Je loopt midden in de nacht door de school, dat mag niet eens. Nee, je moet zeggen, ik ga weer terug. Misschien kom ik onderweg nog wel tegen. Ik ben nu onderweg terug naar de school. Ancient runes, non-magical studies. Tweede verdieping. Magic. Defense against the dark arts. Is second floor. Library. Ja, gewoon helemaal rechtdoor. Vuile boek, leave Britney alone. Pas wel op voor de prefect, er zijn er twee. Oh. En waar moet ik precies, wat moet ik precies doen in de library? Een boek halen. En dat is duidelijk welk boek dat is? Ja, het is duidelijk welk boek het is. Oké. Je loopt er naar binnen en het is meteen tegenover je. Oh, hoezo kan hij in bochtjes toveren? Ja, nee, deze mannen spelen vals, die kunnen gewoon met effect zo, yo, hut. Hey. Ja, what the fuck? Ja, er wordt gewoon vals gespeeld. Ja. Ja, ik weet het al. Ze hebben een cheatcode gevraagd aan Paddy. Ja, dat moet het zijn. Dat moet het zijn. Oh, ik word... Hé, dat had ik net ook al. Ja. Ja, hier blijkbaar nog een keer. Fuck them! Use Avalicadavra! Never! Ja, ik weet niet wat het was, Harry, maar we gaan gewoon weer terug naar de slaapzaal. Hey Harry, wil jij slapen? Trouwens. Oh, wat is hier ineens aan de hand? Foppen! Oh, nee! Nee, niet foppen. Nearly Headless Nick! Ja. Dat is kut voor Headless Nick, die nearly is. Maar, oké, waar moet ik heen? Hier? Nee, hier heb je wel slijm. Dat is voor Nee. Het is tegenover je, op de plek waar wij in game, deel 1 allemaal morgen hebben gepakt. Wauw. Die? Ja, nee. Dat is hem. Oh, dat nou kun je naar de Hubbelletje Greenhouse. Oh, we zijn in het kantoor van Perky. Hallo Perky. Hoe is het leven? Hé, hey, Mike, jij bent natuurlijk van een latere periode zeg maar erbij gekomen. Maar weet je hoe mijn kanaal eerst heette? Just Perkamentus. Just Us Perkamentus. Toen was het ook nog een kanaal van twee personen. Ah, kijk. Toen noemden we ons ook in elke game Perky. Echt waar? Ja, dat is wel blijven hangen. Ja. Oh, ik ben meteen onschuldig verklaard. Wat een onzin. Oh. Do tell me. Entrance Hall. In Zwijnstein is het op zich niet heel moeilijk om een opslagmogelijkheid te vinden. Nee, klopt. Want je hebt er op de 7 verdiepingen eentje en eentje op de begaande grond. Ja. Ja, ik ben heel zeker Perkamentus. Dat rust Perkamentus. Wacht, maar hadden we Perkamentus niet kunnen vragen of hij Marcel wilde bevrijden? Kan je zo naar de kassen? Ja, hè? Ja. Wacht, welke... Perkamentus houdt niet van logisch. Nee. Wat, aangezien ik hier dan toch ben... Oh, ze hebben de spijkers ook uit het lokaal van de fans van de Dark Arts gehaald. Ze dachten, misschien is het toch iets te moeilijk. Ja. Ik ben nu op de 5th floor. Ik wil even smekjes halen, want ik ben toch... Want ik heb kaarten nodig. Ik heb kaarten nodig voor Fred. Wat is het verkeerde etage? Ik moet de tweede hebben. Ik moet smekjes hebben, zodat ik...
door mijn kaarten kan houden zodat ik meer levens heb. You be, do be loving meer levens. Oh, oeps. Heel misschien heb ik bijna de dame in verzet binnen. Dan kan je knuffelen met Jammer en Jenny. Yep. Nee, ik liep gewoon. Ik was op zoek naar de deur en ineens stond er girls bathroom. Moet je ons wat vertellen? Hij zit in de grote kast, zit hij. Ja. Ik had even, alleen even moeite met het vinden van de deur. Auw, kutzooi. Huh? Je moet de flipendo op ze schieten. Dat deed ik net. Ja, en, maar dan moet je ook oprapen daarna. Moet je oprapen? Dat lijkt net een alarm, joh. Ja. Kan, ik dacht dat ze allemaal kapot zouden gaan dan. Nee, helaas is dat hier niet. Oh, ik werd gespantrapt. Oké. Ja, ik weet hoe dat is. Oh, je moet ze ook echt allemaal doen. Wat een kutspel. Yep. Al die moeite voor... Had je mijn twee TikToks die ik had doorgestuurd van mezelf, had je die gekeken? Ja. Van Mario Party. Oh, maat, ik was zo boos. Ik kan er wel iets van begrijpen. Ja. Maar ja, jullie hebben mij niet gevraagd, anders was Jordi gewoon kansloos. Dat is waar. Zal ik gewoon aan Jordi vragen van, hey, Rusty wil vast wel meedoen. Ja, dat kan. Ah, heb jij trouwens op de Switch die Nintendo 64 games, zeg maar? Oh, nee. Maar die, ja, die heb je daar al van. Misschien dat je van Mario Party 4 mee kan doen, maar dat laat ik aan Jordi. Ja, hij heeft gezegd, die zit nou in Disneyland Parijs, hoor, dus... Hoe durft hij? Ja, dat hij vertelt. Die is even een weekje met Glenn en met Harm naar Disneyland Parijs. Mm, wel leuk. Dan niet ook deze wel gezien. Zo, ik denk dat ik nou wel genoeg heb om wat kaarten te kunnen kopen. Ja, ik denk dat mijn 70 smackjes wel een heel eind gaan komen. Wat ga je met die smackjes kopen dan? Wel vanaf kaarten. Waarom? Meer leven. Oh, dat wordt jouw ondergang. Big health bar. Ja, maar het kan ook mijn winst opleveren. Dat klopt. Oh, het was uiteindelijk nog fucking spannend geworden, hè, bij deel 1. Ja, daarom dus. Ja, ik had uiteindelijk de derde litteken. Ik had er vervolgens helemaal niks aan gehad. Nee. Nee, want... die kikkers kwamen maar tot... Die kikkers kwamen maar tot en met de tweede. En je krijgt maar een halve HP litteken, zeg maar, terug als je verliest bij Voldemort. Ja, daarom. Wat echt bullshit is, maar dat maakt niet uit. Nee, dat klopt. Wacht al even, Hermelien, ik moet er even iets tussendoor doen. Hermelo, honypony. Hoezo, come here? Hou stil. Never! Hi Percy, doei Percy. Come to me. Let me rip you. Let me tear you. Let me rip you. Wat is daar in het midden? Wat is dat? Huh? What was that? Wat kan je daarna, wat kan je kopen wat naast die toverstaf? Oh, de midden, dat zijn... Fragmentatie frisbees? Nee. Hoe is dat ook alweer? Oh no! Oh no! Mr. Potter! Ja, ik weet... Potter. Hoe heet het ook alweer? Dat zijn stinkbommen. Follow me, Potter. Harry was taken to Professor Dumbledore's office. Oh ja, daar weet ik het weer. I swear I didn't. Wat? Dat jij zo wilt winnen... Door allemaal petty cheat codes. Waar gaat dit dan heen?
You've been wondering whether I put you in the right. Nou, de credit scene. Je hebt gewoon. Oh, dit gaat. Oh, dit gaat hierheen. Dit gaat hierheen. Oh, 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 oh. Ik was niet klaar. You would have done well in Slytherin. And he also discovered forks, Professor Dumbledore. Oké, ik weet niet van wat die kruimte naartoe gaat. Fascinating creatures, phoenixes. They can carry immensely heavy loads. Je kan ook gewoon een tweede weg een wel flesje kopen, zie je dat? Ja. Dat is echt nice. Zullen we even kijken of die kost? €5. €5 per molle! You're not the attacker, Harry. But I must. I know you're not the attacker, Harry. Kijk, ik heb een grotere health bar. Hoeveel kost dit? Oh, ja, succes. Kost 100 smackies. Oké, we gaan wel weer even via deze deur. Want dan hoef ik Percy. Kan ik gewoon één stuk doorlopen. Dat je zo wel winnen. Nee, ik heb nu een grote helftbar. Night, professor. Night, professor. Hallo Marcel. Hij komt er gewoon naar buiten lopen alsof er nooit iets gebeurd is. Ja, want een doek kan je niet opzij duwen. Wat is het met zijn klant? Want hij zegt, yo, thank you, Harry. Hij heeft een rokerstemmetje. Ja. Ja, Harry, weet je, dit is dus wat er gebeurt als je leven niet belangrijk is. Zeg gewoon tegen Emmeline, ja, maar als de overdenk is aangevallen. Ja, dan kunnen we morgen wel iets aan doen. Haast het over Henkie Panky Shanghai. Ja joh, hoppatee. Altijd maar die laat schermpies. Nou, eens kijken of ik aan het winnen ben. Nee, natuurlijk niet. Er is niks veranderd. Lol. Oh, wat? Lekker. Ja, die Hufflepuff heeft jou natuurlijk gepakt. Waarom hebben Hufflepuff en Ravenclaw allebei 69? Ja, die hebben jou allebei gepakt. Oh, zwart, die gaat weer putten! Ah, ze doen gewoon een gangbang, ik snap het wel. Ja, maar leg mij één ding uit. Waarom met iedereen 69? Ja, omdat ze aan een gangbang doen. Oh. En vieze mannetjes. En vrouwtjes. Of vieze peuken. Een teuvenaar scared. We zijn allemaal een partijtje viespeuken. Lekker peuken. Gondelijn Oliphant. We krijgen een leuke les. Wat voor les krijgen we? Deplasma? Defense Against the Dark Arts. Ja, dan is het sowieso een spreuk. Yep, maar weet je ook van wie? Gryffindor. Van Vincent. Ja. Van Gladiana Smart. Ik wou zeggen, welke Vincent, maar... Ravenclaw. Oeh, Ravenclaw komt er ook aan. Slytherin. Slytherin blijft steady. Ik sta als eerste. Ja, ik sta ook eerste nu. Jij dacht het is donker, laat ik de Lumos gebruiken. Ja, laten we even lichtje steken. Ondanks dat het overdag is. Nou, die trappen komen wel sneller naar beneden. Ja, zeker. Er zijn wel een paar quality of life improvements. Ja, de downgrade is de laadschermen. Ja, dat is wel echt super kut. Want dan had je in één had je die niet. Nope. Maar het positieve is, in 3 heb je die ook niet. Dat is waar. Maar 3 is echt heel anders. Ja, 3 is heel anders. Leave Britney alone. Wacht, ik ben verkeerd gelopen. Ik heb Defense Against the Dark Arts. Wat doe ik op de begaande grond? We are going to haal hem in. Kabooming. Oh, zeg alsjeblieft dat het ergens in de buurt is. Derde verdieping? Oké, dit is mooi. En volgens mij de 5e trouwens. Nee. Nou. Oh. Nee, 3e verdieping. Zie je, luister gewoon naar Milaning.
heb hem ingehaald, ik sta eerste. Kabooming! Dat jij zo wilt winnen. Ja, dat wil ik zeker. Ja. Ja, het is maar een klein stukje. Wat doet Snape hier nou weer? Ik weet al welke spreuk we leren. We leren Expelliarmus. Oh. Ja, want hierna gaan wij duelleren. Oh. Professor Snape. Zo, hij kijkt vrolijk. Ja. Milan, zie jij wat ik zie? Ja, een kistje op de trap. Ja, maar weet je ook wat voor soort kistje? Een geheim kistje? Is er een Alohomora kistje? Ah, lekker. Oeh, het is zelfs een uitdaging voor Expelliarmus. Ja. Heel zieking. Ja, alleen het beginstuk is wel kloten. Is dat met, ook met die vliegende toortsen en zo? Of is dat in deel 3? Vliegende toortsen zijn deel 3. Gelukkig. Maar die moet je met glaasjes dan... Ja, zijn glaasjes zit niet in deze. Hoezo gevaarlijk? Yep. Nou Harry, schiet op jongen Kees. Ja, het duurt allemaal wel heel lang. Jongen, dus kan sneller. Maat. Wat zijn we nou aan het doen? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het hier heel hol is. In deze ruimte. Waar wij nu zitten. Oeh. Oh, niet oeh. Oeh zegt hij dan ook, hè? En hoe ken ik die precies? Met de enige sprook die je net stiekem gejat hebt in de nacht. Je kan ze ook niet. Je kan ze ook niet targeten. Nee, dat is dus het hele beetje. Nee, want je kan ze ook niet defenderen, dus. Nee. Ik ben dood. Jij dood? Ja. Maar waarom kan ik dan niemand mij vertellen wat ik moet doen? Heb jij... Oh. Oh. Ja. Ik snap het nog steeds niet. Nee, ik ook niet. Ik ben ook dood. Oh, natuurlijk. Ik heb mijn potion nog. Echt, ik snap hier echt de bal niet van. Dat hebben ze geen tegenpolen voor elkaar. Oh ja, nee, dit helpt. Ik haal er nog 3 los. Ze zeggen dat je daar pas wat mee kan als je helemaal Expelliarmus hebt. Maar ik zou anders niet weten hoe ik verder moet. Oh wacht, ik heb misschien een idee. Milan, laat ze naar de grond komen. En dan? Flipendo. Oh, jezus, dat moet je ook maar weten. Ja, zo ben ik er dus achter gekomen. Maar er komen elke keer weer nieuwe. Ja, maar op een gegeven moment komen er geen nieuwe meer. Zo. En dat was dat. Jezus, je moet het maar weten hoor. Nee, ik merkte het toevallig toen er eentje naar de grond kwam. Toen
Toen zag ik ineens een blauw streepje. Ik denk, hé, blauw Flipendo. Raak hem met Flipendo. Oeh, de tijd is op. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.